Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Momenteel loopt er een overheidscampagne op televisie om je oude, kapotte spullen een tweede kans te geven door het te repareren, te verkopen of weg te geven. Daar is het Repair Café het natuurlijk volledig mee eens. Dus, als iets kapot is, ga dan naar het Repair Café om te kijken of iets nog te repareren is en het een tweede leven te geven. Dat kan van alles zijn. Elektrische huishoudelijke apparaten, laptops, telefoons, printers, kleding, textiel, speelgoed, klokken, fietsen. Je kunt bij het Repair Café ook je bottenmessen en scharen laten slijpen. Op dit moment is het ook bij het Repair Café zomervakantie. Op woensdag 21 augustus pakken ze de draad weer op en zijn ze eens per 14 dagen in de evenweken aanwezig van 1 uur tot 4 uur 's middags in de recreatieruimte van SOVAK Koningsveld 1 in Terheide. U bent ook van harte welkom om een kopje koffie of thee te komen drinken. Houdt u er wel rekening mee dat men na 3:30 's middags geen nieuwe reparaties meer kan aannemen. Omroep Drimmelen en het plaatselijke weekblad Het Carillon willen een poging wagen om alle Nijmeegse vierdaagse deelnemers uit de regio Drimmelen op foto en film vast te leggen. Michiel Peters, verslaggever voor Het Carillon, en Ad van Dijk, cameraman van Omroep Drimmelen, zijn beide ervaren lopers van het grootste wandelevenement ter wereld. Zij zullen, als alles mee zit, voor een foto en film zorgen. De vraag is daarom ervoor te zorgen dat je maandagmiddag 15 juli om 3:15 op het Vierdaagse Plein bent op de wedren in Nijmegen. De wedren ligt tegenover het Hoofdplein en is schaduwrijk door de vele platanen. De locatie waar de opnames worden gemaakt is herkenbaar aan de lichtblauwe bannervlag van Omroep Drimmelen. Omroep Drimmelen zal gedurende de Vierdaagse dagelijks opnames maken op verschillende wandellocaties. De opnames zullen dagelijks op de social media van Omroep Drimmelen openbaar worden gemaakt. Van buurt barbecue tot festival, van Koningsdag tot carnaval, iedereen vindt wel wat van evenementen in zijn of haar buurt of in de gemeente Drimmelen. Zijn er te veel of te weinig? Wanneer geven ze overlast? De gemeente hoort graag uw mening en ideeën. In het evenementenbeleid van de gemeente staat wat wel en wat niet wordt toegestaan. Wat wel of niet moet worden gestimuleerd. De gemeente vindt dat evenementen horen bij een bruisende en aantrekkelijke gemeente. In de omgeving van evenementen wordt vaak ook gewoond en gewerkt. Hoe gaat dat het beste samen? Ook in het nieuwe evenementenbeleid wil de gemeente hier nog beter rekening mee houden. En daarom is het van belang dat u laat weten wat u hiervan vindt. Vul daarom de enquête in. Het duurt 5 minuten. U kunt dit doen door de QR-code te scannen die op de site van de gemeente staat. En doe dit snel, uiterlijk tot zondag 21 juli. Het is prachtig weer met temperaturen die richting de 30 graden gaan. De verleiding om af te koelen in de rivier is dan groot. Maar er wordt aangeraden dit niet te doen. Zwemmen in rivieren is levensgevaarlijk, zo waarschuwen experts. De reddingsbrigade, Rijkswaterstaat en de Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid benadrukken de gevaren. De stroming, het koude rivierwater, ondanks dat het zomer is, de onderstroom die je ineens kan meesleuren, de scheepvaart en blauwe alg. Je bent als zwemmer onzichtbaar. Volg deze tips. Zwem nooit alleen in open water. Informeer je over de lokale omstandigheden en gevaren. Draag een reddingsvest. Ga niet in het water onder invloed van alcohol of drugs. Let op elkaar
en waarschuw elkaar voor gevaren. Geniet vooral van de zomer, maar doe dit veilig. Zwem daarom alleen in officiële zwemwaterlocaties. Daar is de waterkwaliteit goed, is er toezicht en zijn er geen schepen of sterke stromingen die je in gevaar kunnen brengen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van drimmelen.nieuws.nl. Heb je zin in een potje boerengolf waarbij je nieuwe mensen leert kennen? Ga dan gezellig meedoen met deze leuke SIL, wat staat voor Samen is Leuker activiteit. Het wordt georganiseerd op woensdag 21 augustus van 11 uur tot 1:30 middags. De locatie van het boerengolf is in de Houtselinies, Moerstraat 10, Den Hout. Aanmelden is verplicht. U kunt dit doen via het getoonde mailadres van het SWO. Aanstaande dinsdagochtend 16 juli worden er technische werkzaamheden uitgevoerd in de studio van Omroep Drimmelen. Dat betekent dat er een tijdelijke onderbreking van het uitzendsignaal is, waardoor er geen radio en tv te ontvangen is. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente en natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u middels meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Iedere week zendt Omroep Drimmelen korte nieuwsflitsen uit van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving, waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerpers worden gezet. In onze blauwgroene gemeente is er regelmatig iets te doen in en rondom het water. Op 22 juni was het tijd voor de jaarlijkse roeiregatta in de haven van Drimmelen. U kunt ook kijken naar een uitzending van het Sint-Ambrosius-Gilde Made. Het Bijenhoudersgilde vierde op 15 juni het 310-jarig jubileum. Zij vierden het samen met de Gildebroeders. En de Van Gogh zonnebloemen zijn opnieuw ingezaaid. In het kader van het jaar van de zonnebloem werd een poging gedaan om het grootste bloeiende Van Gogh zonnebloemschilderij te maken in Etten-Leur. Vanwege het natte weer in de lente konden de vele vrijwilligers, waaronder de Madense natuurvrienden, pas laat zaaien. Deze opname is verzorgd door de streekomroep Zuidwest TV. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en wat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via een mail aan publicatie Omroep Drimmelen. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons via het getoonde mailadres. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan. En voor degenen die op reis gaan, fijne vakantie.